Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend hebben we te maken met wolken boven het oosten van het land. Dat is een restant van een zwakke storing die afgelopen nacht is overgetrokken. In het oosten kan nog een winterse bui vallen, maar in het westen is het opgeklaard, komt plaatselijk mist voor en lokaal is het glad. In de loop van de ochtend breekt de zon van het westen door en vanmiddag ziet het er aardig uit met geregeld zonneschijn. Het wordt 5 tot 7 graden en de zuidwestelijke wind die trekt aan tot kracht 3 tot 5 aan zee. Vanavond is het vrij helder en daalt het kwik in het oosten van het land naar 1 graad, in het westen naar 3 tot 4 graden en de wind waait stevig door. De bewolking wordt geleidelijk aan dikker en morgen zien we veel wolken en valt er van tijd tot tijd regen. Maar het is zacht met 9 tot 11 graden en het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 5 tot 6 aan zee. Ook zondag is het grijs en nat en waait het ook nog behoorlijk, misschien zelfs stormachtig aan zee, windkracht 8. Maar maandag en dinsdag breekt de zon door en vallen er ook geregeld buien. En dan gaat de kwik weer omlaag naar 6 tot 8 graden. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.